Nou, jullie staan hier midden in een mooie tentoonstelling van het quiltenschilder. En we vieren ons 35-jarig jubileum dit jaar. We zijn dus 35 jaar jong. En dit is allemaal werk van onze leden wat jullie zien. Een gigantische verscheidenheid aan quilts. Meer dan 200 quilts, maar ook nog 267 jubileumquiltjes van leden die we stofjes hebben gegeven. En die stofjes hebben ze allemaal verwerkt in de quiltjes. En dat is echt een hele mooie collectie geworden van allerlei technieken. En heel veel leden komen natuurlijk hier om hun eigen quiltje te bekijken en te bezoeken. Dat is hartstikke leuk. Gisteren hadden we meer dan 1200 bezoekers. En ik denk dat we dat vandaag ook zeker redden. Geweldig. Ik ben er even langs gelopen, maar ik heb geprobeerd iets te maken van de vier stofjes. En ik durf het aan niemand te laten zien, ja. Maar de mensen, daar is het echt gelukt. Ja, het was een ware uitdaging voor mensen, want het waren echt uiteenlopende stofjes. Maar wat ze ervan gemaakt hebben, daar ben ik echt trots op. Ik val echt van mijn stoel. Ja. Dat ik niet verder kwam dan waar ik gekomen ben, wat niemand heeft gezien. Ja. Zeg Inge, en waar staan we hier voor? We staan hier voor de posterquilt. En die posterquilt, die hebben we ook afgedrukt op onze boekenlegger. Oh, andere kant. En die boekenlegger, die verspreiden wij natuurlijk in grote getalen onder de winkels. De leuke quiltwinkels die hier staan. Die dus verkopen aan de leden. Gemaakt door Anneke Schone. Anneke Schone, een van onze leden. Ja. Hele trouwe quiltste. Ja. En dan heb ik hier nog een mooie folder. Dat is Quilts in Deventer. Want er zijn... Niet alleen wij hebben drie locaties, maar er is ook nog een hele mooie tentoonstelling in het Penningshuis. Van de Groene Mannen en van de Badass Quilters. Ook zeer de moeite waard om een keer naartoe te gaan. En nu ga ik hem nog even openslaan. Tada! De winkelroute is echt ook bijzonder. Hier staan de winkels op waar quilts hangen. En ook alle tentoonstellingslocaties. En nog wat uitleg. Dus ja... De moeite waard om naar Deventer te komen. Deventer is echt een quiltstad. Tot en met zondag kunnen we hier terecht voor allerlei. Welke uren is de kerk open? De kerk is nu open. Morgen nog van 10 tot 5. Zondag van 12 tot 5. Morgen van 10 tot 5. Zondag van 12 tot 5. Grote Lebuïneskerk. Lebuïnes of de Grote Kerk. Lebuïnes of de Grote Kerk in Deventer. Hartstikke goed, dankjewel. Oh ja, en meer informatie is te vinden op de website www.quiltenschilder.nl en Facebook volgen. Ja, Facebook. Want daar staan heel veel bezoekersreacties op. Leuk. Ja. Leuk. Een glimpje, het tipje van de sluier wordt daar al opgelicht. Zeker, zeker. Gefeliciteerd met je jubileum, Inge. Dankjewel. En met deze prachtige expositie. Dankjewel. Okay.